Jan Bolhuis, neurobioloog, verbonden aan de Universiteit van Utrecht. We gaan met u praten. U bent ook de samensteller van een boek. Dat boek ligt hier op tafel. Waarin het zingen van vogels wordt vergeleken met de menselijke spraak. Er zijn opvallende parallellen. Zullen we naar eerst luisteren? We gaan luisteren naar jonge vinken. Zeg ons, voordat we daarna gaan luisteren, het is alleen een audiofragment, waar we op moeten letten. We gaan luisteren naar een vader met zijn twee zoons. En het blijkt dat de ene zoon vrij goed is in het nadoen van de vader en de andere die blijft een beetje achter. Behoorlijk ver achter zelfs. Ja. Die krijgt later geen goede baan. Nee. Als u onderzoek doet daarnaar, dan heeft u die beesten ook allemaal zelf? Ik zelf niet persoonlijk, maar we hebben een soort opnamestudio op het lab in Utrecht. En dan kunnen we opnames maken van zowel de vaders als de zonen. Het zijn meestal de mannetjes die zingen, de vrouwtjes zijn wat bescheidener. En dan kunnen we kijken inderdaad hoe goed ze kunnen leren hun vader na te doen. Maar dat doen ze namelijk. Dat is het interessante ook onder andere van die vogels, dat ze hun vaders na proberen te doen. Zo beginnen ze met zingen. Precies zoals kleine kinderen hun ouders proberen na te doen. Dus de geluidjes die ze maken, dat zijn een soort imitaties, proberen ze dan van hun ouders. Maar zeggen ze ook iets? Bijvoorbeeld tegen elkaar, wat een rare studio waarin wij nu moeten ze zingen? Nou, dat zeggen ze als ze ouder worden, als ze volwassen zijn, dan hebben ze, er zit ook een soort boodschap achter. Maar het is een hele simpele boodschap. En dat kan of zijn van naar een vrouwtje toe, van nou, ik vind je leuk, kom naar me toe. Of naar een ander mannetje toe, van ik woon hier en wegwezen. Dat zijn wel de belangrijkste noties van de zangvogel. Ja. Het gekke is natuurlijk dat wij allemaal denken dat we op apen lijken. En daar ook via Darwin is tot ons gekomen dat dat evolutie is. En dan zou je ook denken, dat zal wel ook voor de taal gelden. Dat dus apen praten het meest lijken op als mensen praten. Ja, intuïtief zou je denken, van, als er al een soort equivalent is van taal en spraak in de dierenwereld, dan moeten dat toch die apen zijn. Hè? Dat zijn onze nauwste verwanten. Maar het blijkt dus helemaal niet waar te zijn. De apen hebben dat soort gedrag helemaal niet. Zoals die vogels dat wel hebben. En dus blijkbaar werkt de evolutie toch op bepaalde momenten anders dan we gedacht hadden misschien. Er is wel geprobeerd om apen een beetje aan de praat te krijgen. Dat is heel veel aan gedaan, met gebarentaal en met allerlei symbolen die ze konden gebruiken. Maar daar is eigenlijk niks van terechtgekomen. Eigenlijk kunnen vogels het beste onze taal nadoen. Onze taal nadoen, maar vooral hun eigen taal die ze dan leren, tussen aanhalingstekens, die liedjes die ze leren, die leren ze op een vergelijkbare manier waarop kinderen leren spreken. Dat zijn eigenlijk hele belangrijke overeenkomsten. Maar omdat vogels ook, misschien zijn er ook andere dieren, de enige dieren zijn die ook echt, die kunnen we leren praten, tot op zekere hoogte. Ja, zo zeker. Ja, maar dat is inderdaad een imitatie, dat heeft niet zoveel met taal te maken, maar eigenlijk helemaal niks. Nee. Oké, zullen we toch even luisteren? Ja, zeker. You want food? Yes? You want your peanut? You want your peanut? Turn around where I can see your face. You want your peanut? Are you ready to take a shower? Are you ready to take a shower? Are you ready to come in? I don't know what you said. Je zou zeggen, dat heeft alles met taal te maken. Ja, maar eigenlijk toch is het een soort trucje wat ze geleerd hebben. Ze hebben geleerd die geluidjes te maken, maar ze hebben natuurlijk geen idee waar het over gaat. Dus wat betreft grammatica, die hebben ze niet, die vogels. Maar dit dus is toch wel wat wij ook doen als we van onze ouders leren te praten. Dat is namelijk nadoen wat zij zeggen. Ja, in het begin doen ze na, maar later, vrij snel zelfs, komen kinderen gewoon met echte zinnen. En weten ze dus hun gedachten tot uitdrukking te brengen in echte zinnen met woorden en die in bepaalde volgorde staan. Is dat hier niet zo? Dat is hier helemaal niet zo. Als zo'n vogel nou steeds zegt, I want a peanut. En hij krijgt ook steeds, als hij dat zegt, een noot. Dan neem ik aan dat hij op een gegeven moment wel denkt, als ik dat zeg, krijg ik een peanut. Nou ja, dus dat is, hij heeft geleerd om als ik dat en dat zeg, zegt tussen aanhalingstekens, dan krijg ik waarschijnlijk een peanut. Ja. En daar houdt het ook mee op. Ja, daar houdt het mee op, ja. We begonnen de uitzending met iets waar ik toen nog een klein vraagteken bij had. Of dat wel bij elkaar paste, die muziek en die dansende vogels. U zei dat dat wel zo was, want er zijn voldoende onderzoeken naar gedaan. Zullen we daar nog even naar kijken? Maar dit is dus ook nadoen en niet... Ja, nou, het grappige is dus dat zowel hij kan dus nadoen, hij kan imiteren, of zij, waarschijnlijk een hij. En hij kan nadoen, maar hij heeft ook een heel goed ritmegevoel. Hè? Dat hebben we ook eerder gezien. En ritme is ook heel belangrijk voor taal. Hè? Talen hebben een eigen ritme.
En eigenlijk het eerste wat kinderen leren, kleine kinderen, zelfs al in de baarmoeder beginnen het al, dan kunnen ze het ritme van de taal kunnen ze al een beetje horen. Dus een jonge baby die net geboren is, die kan al onderscheid maken tussen het ritme van zijn of haar eigen taal en een andere taal. Hij heeft ook een duidelijke voorkeur voor het ritme van de taal van de moeder. Komt allemaal uit onze kop, hè? Wat we zeggen en zingen. Is dat bij die vogels ook zo? Nou, het komt inderdaad uit de kop, uit de hersenen, uit het brein. En dat is ook wel interessant om te zien dat er zijn ook parallellen als je kijkt naar het brein. Tussen wat er bij die vogels gebeurt, dat zou je dan niet verwachten misschien, en wat er bij ons gebeurt. En opnieuw is het bij apen totaal niet het geval. Dus bijvoorbeeld, we weten dat misschien allemaal wel, dat in het menselijk brein is vooral de linker hersenhelft heel belangrijk voor spraak en taal. Daar gebeurt de meeste actie wat betreft het brein. En we hebben recentelijk gevonden dat het bij die zangvogels eigenlijk net zo is. Dat jonge zangvogels ook, als ze leren een liedje te zingen, dan is dat ook vooral activiteit in de linkerhelft van het brein. En zelfs bij mensen, bij kleine baby's is het zelfs zo, van 2 à 3 maanden oud, dat als ze spraak horen, en ze hebben geen idee waar het over gaat, maar toch blijkt dan vooral de linker hersenhelft actief is. En het is zelfs nog veel actiever als ze die spraak, die ze niet begrijpen, maar als ze die van hun eigen moeder horen. Dus als een andere vrouw precies hetzelfde zegt, dan is het veel minder activiteit in de linker hersenhelft. We hebben precies hetzelfde gevonden bij die zangvogels, dat als ze hun eigen vader horen, waar ze het liedje van geleerd hebben, dan is er veel meer activiteit, ook in de linker hersenhelft, dan wanneer ze een willekeurig ander mannetje horen. Nou, we hebben plezier beleefd aan die verschillende fragmenten met vogels, maar nu gaan we naar mensen toe, de zogenaamde K.E. family in Engeland. Wat is dat voor een familie? Nou, dat is een heel interessante familie die een aantal jaar geleden is ontdekt dat ongeveer de helft van de familie heeft enorme spraakproblemen. Dus je kunt eigenlijk niet verstaan wat die mensen zeggen. En het bleek uiteindelijk dat die mensen die spraakproblemen hadden, die hadden ook een mutatie in een bepaald gen. Het zogenaamde FOXP2-gen. En dus kwam meteen allerlei berichten in de kranten. We hebben het taalgen gevonden. Zo is het niet. Maar dat gen heeft wel iets te maken met het kunnen spreken. Ja, we gaan even luisteren naar de jonge Telg van de K.E. family. I have a rare speech disorder called FOXP2. If you want to know more information about that, you can. Go to Google on the K.E. family. Dat gaan wij nu niet doen, maar misschien kunt u wel de relatie tussen al dat vogelonderzoek en deze familie uitleggen. Nou, interessant is dat vogels hebben ook zo'n gen, hè? En apen trouwens ook. En een aantal onderzoekers in Berlijn hebben dat gen uitgeschakeld bij die vogels. En dan bleek dat die vogels ook minder goed konden zingen. Ook minder goed liedjes konden leren en dat ontbraken gedeelte aan. Wat interessant is ook, als je kijkt naar die video van die jongen, die dus zegt dat hij onderdeel is van die KE-familie. Als je goed naar zijn taal kijkt, die taal is eigenlijk perfect. Dus grammaticaal spreekt hij gewoon perfect Engels. En sterker nog, hij heeft ook allerlei andere YouTube-filmpjes gemaakt, waarbij hij allerlei hits na-synchroniseert met gebarentaal. Hij heeft ook al een van de diploma A of zo in de gebarentaal. Dus hij kan heel goed gebarentaal doen. En gebarentaal is gewoon een volwaardige taal. Hè. Dus net zo volwaardig als de gesproken taal. Dus taalkundig gezien is hij gewoon, kan hij gewoon perfect de taal, beheerst hij de taal perfect. Ja. Alleen ja, hij kan moeilijk spreken, hij kan moeilijk zijn spieren gebruiken. En misschien is er ook zoiets aan de hand bij die zangvogels, die waarvan we weten dat ze geen taal hebben. Juist. Meneer Bolhaus, het is interessant, u heeft er een onderzoek naar gedaan, dat is allemaal in Engels opgeschreven. En nu komt natuurlijk de huiskamervraag. Wat hebben we er allemaal aan? Ja. Nou, we hebben er denk ik iets aan in twee opzichten. Ten eerste kunnen we meer te weten komen hoe taal ontstaan zou kunnen zijn bij ons mensen. Hè? Dus het zou kunnen zijn dat bepaalde eigenschappen die vogels ook hebben, hè, dat ritmegevoel wat heel belangrijk is voor taal, en al die andere herseigenschappen en die genen misschien, dat wij die minder meer gebruikt hebben in de loop van de evolutie om daar nog iets meer mee te doen, namelijk echte taal te maken. En ook als je weet wat zijn de overeenkomsten tussen ons en die vogels, dan weet je ook misschien meer wat zijn eigenlijk de verschillen tussen ons en die vogels. En wat is eigenlijk de essentie van menselijke taal? De creativiteit die taal is en een soort weerspiegeling van onze manier van denken, dat hebben die vogels blijkbaar niet. En ja, hoe werkt dat dan bij mensen? En daar kunnen we misschien meer over te weten komen.
En het is misschien ook een goed teken, hè, dat Chomsky, de grootste taalkundige die er überhaupt is, dat hij zo geïnteresseerd is dat hij ook heeft meegedaan aan dit onderzoek. En je ziet daar ook wel brood in dat, ja, dat we daar meer over de taal kunnen leren.